Zoals net al gezegd, deze jongens van het begin van elk jaar is echt een geweldig klasse met veel sterke rijders. Ze hebben zijn eigen groep aanbeland. Nogmaals, acht sterke rijders onderweg naar Boer, Meijer, Bellen, Jager, Viersma, Star, Wieringa en Hokke. En dan gaan we vooraan kijken naar Velmer. Hij zit op positie nummer 1. Maar dan hebben we niet Bellen meer, twee komt Viersma daar nog aan de binnenkant mee. Die wacht daar even af. Meijer zit op 4 en is Wieringa op positie nummer 5. Zo gaan we vierde stond op daar richting die laatste bocht. Gaan we dus links afdraaien. En dan zit er een klein gaatje voor de jager. Kan die nog vasthouden richting de finish? Ik denk het wel hoor. En we bellen op positie 2 daar. En Wieringa pakt positie nummer 3.